De politie heeft Mohamed Iataren gearresteerd. De voetballer wordt verdacht van het mishandelen van zijn ex-vriendin. Afgelopen zondag is hij op zijn 21ste verjaardag in Amsterdam opgepakt. Verslaggever Gerda Frankenhuis die kwam met dit nieuws. Wat weten we over die mishandeling? Wat is er precies gebeurd? We weten niet exact wat er is gebeurd. Alleen volgens mijn bronnen is dat hij zijn ex-vriendin zou hebben mishandeld. Hmm. De politie Utrecht wil, of Midden-Nederland wil alleen maar zeggen dat hij gearresteerd is op verdenking van een feit in de relationele sfeer. Oké, en hij is in Amsterdam geloof ik aangehouden? Hij is in Amsterdam zondag aangehouden. Hij was hier toevallig, denk ik, omdat hij vrij had bij Juventus. Dus hij is naar Nederland gevlogen mm-hmm. en hij is in Amsterdam aangehouden. Ja, en nou is er volgens mij ook nog een inval gedaan. Hoe zit dat? Klopt. Vanochtend is er een inval gedaan in zijn woning in Vleuten. Dus daar is de politie naar binnen gegaan. En wat wel opvallend was, is dat er een plakkaat stond dat hij zijn sleutel kon ophalen bij het politiebureau. Maar hij zit natuurlijk vast. Ja, het is al met al een heel triest verhaal voor Iataren, de ooit zo veelbelovende voetballer. Mm-hmm. Want het ging al bergafwaarts, hè? En eerder is hij ook al met politie en justitie in aanraking gekomen. We hebben natuurlijk vorig jaar hadden we het verhaal dat hij bedreigd werd en dat hij daarom ook een tijd niet bij Ajax kon komen. Mm-hmm. Vervolgens is natuurlijk zijn auto nog in de brand gestoken. Hij is in november is hij ook al aangehouden wegens ernstige bedreigingen. Daarvoor is hij wel weer op vrije voet gesteld. Ja, en dit is wel weer het nieuwe hoofdstuk in zijn leven. Ja, en ik zag eigenlijk nog wel een dieptepunt. Nou, inderdaad. En ik zag nog die beelden voor me op TikTok, op social media, dat hij zijn verloving of zijn huwelijk aankondigde. Gaat het ook om deze vrouw? Of weten we dat niet? Weten we niet zeker. Nee. En de kringen waarin hij zich bevindt, ja, dat zijn ook details die op dit moment nog niet bekend zijn. Nee, zijn nog niet duidelijk. Oké, heeft de advocaat gereageerd? De advocaat heeft gereageerd, die heb ik gesproken, maar die was heel kort. Geen commentaar. Ja, zo wordt het allemaal vervolgd, maar het is wel een heel pijnlijk verhaal. Heel pijnlijk verhaal, want het is natuurlijk een hartstikke talentvolle voetballer. En de vraag is nu, waar kan hij überhaupt nog terecht? Hij is nog onder contract bij Juventus. Maar ja, wat er nu verder gaat gebeuren is afwachten. Ja. Hij zit in ieder geval nu vast in een politiecel. En ja, de politie zal de komende dagen moeten kijken met het Openbaar Ministerie of hij voor moet worden geleid aan de rechtercommissaris. Die dan eventueel zou kunnen beslissen of hij nog langer vast moet blijven zitten. Oké, dat wordt allemaal vervolgd. Je houdt in de gaten. Gerda Frankenhuis, dank je wel.